Torbeke Wilhut van Remig Aerts is een dik boek. Is het de moeite waard zelfs maar te beginnen aan zo'n pil? Ja, Aerts maakt duidelijk dat Torbeke veruit de belangrijkste Nederlandse staatsman van de 19e eeuw is geweest. Dat hij dingen doordacht tot in consequenties waarbij anderen niet stilstonden. En dat hij hoogst moderne inzichten had. Vele kwesties waarmee Torbekke bemoeienis had, zijn nu nog actueel, zoals vrijheid van meningsuiting, de zelfstandigheid van gemeente of de subsidiëring van cultuur. Die zaken presenteert Aarts in een levendig verhaal van machtsspelletjes, karakterverschillen, discussies en besluiten, waarbij de lezer op het puntje van zijn stoel gaat zitten. Aarts dringt door in de persoon van Torbekke. Dat hij van jongs af enorm hard werkte met een bovenmenselijk plichtsbesef, wordt voor een deel verklaard door de relatie met een dominante, maar maatschappelijk mislukte vader. Aarts geeft ruimte aan de grote liefde van Torbeke voor zijn vrouw en kinderen, zijn verhouding tot vrienden en vijanden, zijn strategisch denken en gebrek aan diplomatie. Je kunt dit boek daarom ook lezen als het psychologisch rijke en moreel gelaagde epos van één enkele man, waarbij je als het ware de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat cadeau krijgt. Dit dikke boek verovert de lezer die het eenmaal opengeslagen heeft. Er is geen voorkennis nodig om het verhaal te volgen. De tekst zit echt goed in elkaar. De jury kon het niet laten een parallel te trekken tussen de gebiografeerde en de biograaf zelf. Dus, zoals Torbeke, weet Aarts wat hij wil. Hij is scherpzinnig, doelgericht en gestructureerd. Op één punt steekt de biograaf zijn held naar de kroon. Hij schrijft beter. Aards gebruikt zijn brede woordenschat voor verduidelijking en variatie en niet om te pronken. Hij vindt geregeld een lichte toets, zijn beeldspraak is verrassend. Dit boek zou daarom mee kunnen dingen in nog een andere wedstrijd, de prijs voor de mooiste zin in de literatuur. Onze jury kon geen keuze maken. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze zin? De grote vaderlijke verwachtingen doken nu als een adelaar op hem neer.